Welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Formule 1-update. Dit weekend ronde 6 van het Formule 1-seizoen 2021, de Grand Prix van Azerbeidzjan. Met Ronald Vording gaan we terugblikken op de donderdag in Baku. En aan het einde van deze video gaan we ook nog een leuke prijs weggeven. Dus blijf zeker even hangen. Ronald, eh, vandaag de donderdag in Baku. Eh, Max Verstappen zat naast Esteban Ocon. Eh, in het verleden waren dat geen al te beste vrienden. Maar vandaag eh, ja, was volgens mij wel gezellig, hè? De Pesco. Ja, ja, behoorlijk. Ja, die twee kennen elkaar uh, inderdaad nog. De gedachten gaan natuurlijk terug naar uh, Brazilië 2018. Maar goed, die onderlinge relatie gaat al veel verder terug ook naar, de, naar de Formule 3. Het zijn al jarenlang rivalen en de Formule 1 pakt daar ook een beetje mee uit. Karten zelfs. Ja, precies, exact. Dus de Formule 1 pakt daar ook een beetje mee uit hè, op de socials met, met die twee uh, hoofden naast elkaar. Van nou, die hebben we eens even bij elkaar gezet. Uh, maar in de persconferentie, ja, eigenlijk niks dan gemoedelijkheid en, uh, en gezelligheid. Het was wel grappig, bijvoorbeeld. Ze zaten onderling continu grapjes te maken. Maar er werd ook gevraagd naar uh, trackwalk. Dat was een hele serieuze vraag: van oké, okay, je kan tegenwoordig alles op de simulator. Waarom doe je nog een trackwalk? En toen legde Esteban nog kon, uh, compleet uit: van ja, het is uh, absoluut van meerwaarde. Want ik kijk hierna en ik kijk daarna. En dat kan allemaal niet op de computer en in de sim. En toen zei Max. Nou, lekker dat je het even vertelt, want ik doe uh, nooit een trekwolk. Ik blijf liever een paar minuten extra op bed liggen. Dus weet je, dat was een beetje de sfeer. En uh, ze gooiden het ook al op een akkoordje dat ze elkaar op zaterdag allebei een slipstream zouden geven in de kwalificatie. Dus ja, het was eigenlijk uh, niks, geen animositeit, maar juist heel erg uh, gemoedelijk en zelfs gezellig. Nu hmm. archiveert uh, Verstappen in, uh, in Baku voor het eerst als de leider in het, uh, in het wereldkampioenschap. Ja, daar ging het de afgelopen twee weken heel veel over in de Nederlandse pers, vooral. Uh, is hij daar zelf ook mee bezig? Nou, het ging er vandaag ook heel veel over in de, in de sessie met de Nederlandse pers. Want wat ik net vertelde, hè, dat is de persconferentie van de VIA. Daarna doen ze nog een babbeltje met wat uh, afgevaardigden van, van de Nederlandse journaaien. En daarin de ene vraag naar de andere van, uh, ja, je bent voor het eerst WK-leider, je hebt Monaco gewonnen. Dat moet toch wat doen, ook mentaal. En Max pareerde eigenlijk alles heel koeltjes, zoals we hem kennen. Hij zei, ja, voor mij verandert niks. Hè? Hij, hij is en hij blijft uh, heel nuchter. Hij zei, het interesseert me ook niet heel erg waar ik nu sta. Het interesseert me alleen maar waar ik aan het eind van de rit, dus na de race in Abu Dhabi, sta. Uh, en over die overwinning in Monaco zei hij, uh, ik vind het wel opvallend dat dat de mensen in Nederland meer heeft gedaan dan mijzelf. Hij zei, ja natuurlijk is Monaco bijzonder, maar hij zei, ik ben nooit echt uh, heel uitbundig of dat ik helemaal los ga na een feest. En dat was ook dit keer niet het geval. Hij zei, ja ik heb de blik gewoon vooruit gericht, want ik heb een, een veel groter doel, namelijk het wereldkampioenschap. Dus echt uh, heel veel tijd voor feesten was er niet. Hij heeft natuurlijk wel het traditionele gala bezocht. Hij zat daar aan een tafeltje met, uh, met de Prins van Monaco. En ook met David Coulthard, die het team kwam vertegenwoordigen. Daarna, dat hebben de mensen misschien wel gezien, heeft hij Mbappé nog op uh, bezoek gehad, hè? de, de, de stervoetballer. Hij zei, die heb ik even uitgelegd uh, hoe hij goals moet maken. Dat was nog wel leuk. Toen zei de Nederlandse pers, nou, misschien kan je dat ook even aan de spelers van Frank de Boer uitleggen. Want die hebben het ook wel nodig. Toen zei Max, nou, laat Nederland eerst maar eens zien uh, dat ze die groepsfase overleven. Dus hij heeft niet heel veel vertrouwen in het Nederlands zelf, dan heb ik het idee. Uh, maar over zijn eigen prestaties tot nu toe is hij, uh, is hij, is hij ja, bovenal nuchter. Dat is eigenlijk het codewoord. Hm. Nou, uh, vooruitblikken dan naar dit weekend. In Baku stond uh, Verstappen nog nooit op het podium. Uh, wat verwacht hij er zelf van? Ja, hij zei het is tijd om daar verandering in te brengen, maar hij voegde er meteen toe dat Baku absoluut niet zijn favoriete circuit is. Hij wil dat zelfs wel een beetje generaliseren, want je ziet een beetje een trend hè, in de Formule 1, dat je steeds meer en meer en meer stratencircuits krijgt. Miami wat toegevoegd, is ook weer een stratencircuit. En Max zei, ja eigenlijk heb ik het niet zo op stratencircuits, ik heb veel liever normale circuits waar je echt de limiet kan opzoeken. Dus uh, Baku staat ook absoluut niet in zijn top 3. Misschien zelfs wel als je de top 3 omdraait, dat, uh, dat Baku daar uh, hoge ogen gooit. Maar nee, hij is geen fan van deze omloop. Uh, wat nog wel interessant is, dat zei hij zelf ook, het wordt dit weekend heel lastig om een goede setup te vinden. Dat is op een stratencircuit vaak zo, maar in Azerbaijan nog veel meer. Omdat normaal, zoals in Monaco, rij je met maximale downforce. Omdat je gewoon uh, hè, maximale grip in de langzame bochten wil hebben. Nou, dat kan in Azerbeidzjan niet, omdat je een rechte stuk hebt van wat ik al een keer heb genoemd, 380 kilometer lang. Uh, dus je moet een compromis maken. Dus dat betekent dat de coureurs eigenlijk met minder downforce op pad gaan dan dat ze eigenlijk willen. En dat betekent weer dat je fouten last krijgt. En ja, dat hebben we in Baku heel vaak gezien, hè, dat er een spektakel ontstaat en dat mensen de mist in gaan. Dus dat verwacht Verstappen eigenlijk ook wel. En tot slot verwacht hij dat Mercedes heel sterk terugkomt. Hij zegt we staan aan de leidingen bij de kampioenschappen, maar we moeten ons niet rijk rekenen. Want uh, Monaco was een one-off. En op de meeste circuits heeft Mercedes nog net dat tandje voor. Dus uh, ja, nuchter en waakzaam, zo zou ik het samenvatten. Ja, Mercedes had een drama weekend in, uh, in Monaco. Of eigenlijk vooral Lewis Hamilton. Uh, die gaf na afloop vooral zijn team de schuld. Kijkt hij daar vandaag nog steeds hetzelfde tegenaan? Uh, ja en nee. Uh, hij zei: heat of the moment. Hè? Dus dat was een beetje waar hij het op gooide. Hij zei: na afloop, iedereen was gefrustreerd. Dan zeg je wel eens wat. Nou, dat was dit ook. Uh, maar tegelijkertijd vond hij zelf helemaal niet dat hij zulke verkeerde dingen gezegd had. Hij zei: Ik heb geen fingerpointing gedaan, dus ik heb helemaal naar niemand gewezen. Uh, zo werd dat zeker in Nederland wel een beetje gezien: hè, dat hij zelf zogenaamd alles goed gedaan had en afgaf op het team. Maar Louis zag dat zelf niet zo. Uh, hij gaf wel aan: wij hebben hele lange en ook hele constructieve debriefs gehad na afloop. We hebben elkaar echt goed in de ogen aangekeken. Ook daar hebben we niet met de vinger gewezen naar een individu. ...maar hebben we de onderste steen boven proberen te halen. En hij zei, dat vind ik het mooie van dit team. Wij winnen samen, wij verliezen samen... ...en in dat laatste geval komen we meestal sterker terug. En daar rekent Hamilton nu eigenlijk ook wel op. Dus uh, zand erover en op naar de volgende. Hmm, Oké. Okay. Um, nu heb je een spelletje Wally? Wally. -E? Vandaag een bakkoe, het spelletje Where is Valtteri. <laughs> ja. Wat was die? Ja. Nou, die werd uh, in, in, uh, in, uh, in Monaco werd hij niet losgelaten door zijn eigen pitcrew. Die kregen dat wiel er niet af. En vandaag werd hij niet losgelaten op de, op de luchthaven van Helsinki. Nee, hij zei uh, dat hij al 5,5 uur op het vliegveld zat. En dat er iets misgegaan was met het vliegtuig waar hij mee zou gaan. Dus er moest een andere vlucht geregeld worden. En daardoor kon Walter niet in de persconferentie zijn. In ieder geval niet fysiek in Baku. Hij zou met Sebastian Vettel in een sessie zitten. Maar wat hadden ze nou gedaan? Ze hebben, ze hebben hem helemaal naar voren geschoven toen hij nog op het vliegveld zat te wachten. Dus toen was het gewoon met zijn telefoontje, een soort Zoom-call waar uh, Valtteri alsnog tekst en uitleg uh, gaf. En bij die tekst en uitleg ging het eigenlijk vooral over Monaco, hè, over die mislukte pitstop die we al even noemden. Uh, en dat was wel opvallend, omdat Toto Wolf na, na die stop en na die complete zof daar in Monte Carlo zei: Ja, Valtteri heeft er zelf ook een aandeel in gehad, want die heeft zijn auto niet goed gepositioneerd bij die stop. En daardoor kwam het net in een verkeerde hoek erop, uh, de, de wheelgun. Nou, zei Valtteri, dat was volgens mij helemaal niet zo. En ook daar hebben ze een goede debrief over gehad. En wat bleek nou? Valtteri stond maar twee tot drie centimeter out of position. Dus dat was uh, helemaal niet desastreus. Hij heeft niks verkeerd gedaan en uh, dat heeft Wolf ook uiterlijk toegegeven. Dus ook daarvoor geldt Zand erover en hopen dat het hier in Baku beter gaat. Hm. Tot wel een beetje bad, leuke pot als zo, hè? Ja, ja. man. Ja. Ja. <laughs> Um, ja, nu zit je daar in een lekker felrood uh, shirtje. Um, is, dit voor, uh, is dit om Ferrari aan te moedigen dit weekend? Of, uh? Nee, niet, niet 1, 2, 3. Maar ze hebben het wel nodig, denk ik. Want uh, beide coureurs kwamen eigenlijk met een hele duidelijke mededeling in de persconferentie. Carlos Sainz en Charles Leclerc. Die zeiden, dit weekend wordt het back to reality voor de Scuderia. Uh, zij zeggen echt, Monaco was een enorme uitschieter. Uh, vooral doordat het daar niet op topsnelheid aankwam. Hè? Wij hadden daar weinig last van onze inferieure krachtenbron. Wij konden gewoon heel veel goed maken in de langzame bochten. Ze zeiden: Ja, het klopt dat Baku ook een stratencircuit is. Maar compleet anders. Op dat rechte stuk en zeker in snelle bochten gaan wij heel veel verliezen. Dus Ferrari rekent niet meer op een uh, overwinning. En ook eigenlijk niet op een podium hier in Azerbeidzjan. Eigenlijk zien ze nog maar één kansje dit jaar om echt het resultaat van Monaco te herhalen. En dat is Singapore. Uh, Sainz zei ook, dat is misschien nog een buitenkansje voor ons. Maar verder moeten ook de, de, de Tifosi, de fans die in Maranello uh, heel enthousiast werden naar na Monaco. Die moeten absoluut niet uh, te hard van stapel lopen. Want uh, ja, dit weekend kunnen wij niet uh, meedoen voor de zegen. En dus ook niet voor Paul. Hmm. Um, Carlos Sainz en Charles Leclerc stonden allebei nog nooit op het podium in, um, in Baku. Zijn we aanbeland bij... Onze prijsvraag. Ik kondig dat aan het begin van deze video al even aan. De kartbanen zijn weer geopend. En dat vieren we dit weekend met het weggeven van een aantal kartheats bij Blekenmolens Planet in Delft en Amsterdam. Ik wil van jullie weten: uh, hoeveel coureurs hebben in het verleden in de voorgaande vier races in Baku al op het podium gestaan? Um, wat moet je daarvoor doen? Uh, stuur even um, een reactie met het juiste antwoord. Zet het even in de comments. Doe je dan meteen ook even abonneren op deze video? Zet even het belletje aan, dan krijg je meteen een melding wanneer uh, de volgende video online staat. En dan uh, maken wij morgen in, uh, in een nieuwe update maken wij de winnaar bekend. Dus even abonneren. Even het aantal coureurs dat in Baku al op het podium heeft gestaan, uh, droppen in de comments. En uh, dan maak jij kans op twee hits, karten uh, bij Blekenmolens Race, Planet in Amsterdam of Delft. Ben ik iets vergeten Ronald? Nou, zijn medewerkers uitgesloten van deelname trouwens? Uh, nou, ik vroeg het jou aan het begin al even. En toen is je het antwoord nog niet. Dus ze hebben het uitgesloten van deelname. Ja, weet beetje jammer. Hoe laat gaan we morgen trainen? Uh, we beginnen morgen relatief vroeg hè, door het uh, tijdsverschil. Dus we beginnen om half elf Nederlandse tijd met de eerste training. En dan middags van twee tot drie krijgen we de tweede training voorgeschoteld. Goed. Na afloop gaan we natuurlijk weer hier terugblikken op de vrijdag in Baku. Bedankt voor het kijken en tot morgen.